Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even over de algemene inlichtingen en veiligheidsdiensten. Daar heb ik een zeer fundamentele vraag over, omtrent de taakuitoefening. Een vraag die voortvloeit uit de volgende drie feiten. Feit 1. Ja, AIVD is begroting Binnenlandse Zaken. Dit ging over de CTIVD, dus dat is... Ik weet niet of nee, de minister-president is zelfstandig. De enige in Nederland die bevoegd is om aanwijzingen te geven aan de coördinator op het gebied van de inlichtingen en veiligheidsdiensten. En derhalve dus ook macht uit te oefenen over de taken van de AIVD. En mijn vraag die vloeit voort uit de volgende drie feiten. Feit 1. De AIVD heeft op grond van artikel 8 van de WIF de wettelijke taak om onderzoek te verrichten naar personen en organisaties die een gevaar vormen voor de democratische rechtsstaat. En heeft tal van verregaande bevoegdheden om deze taak uit te voeren. Feit 2. De AIVD beschrijft in zijn rapport over anti-institutioneel extremisme van 25 mei 2023 dat het uitdragen van het zogenaamde kwaadaardige elite-narratief wordt aangemerkt als een gevaar voor de democratische rechtsstaat. En feit 3. In het dreigingsbeeld terrorisme nummer 58 van 30 mei 2023 staat dat ook Tweede Kamerleden het kwaadaardige elite-narratief verspreiden en derhalve een gevaar vormen voor de democratische rechtsstaat. Betekent dit, het is eigenlijk een feitelijke vraag, dat de AIVD als onderdeel van de wettelijke taak ook onderzoek verricht naar deze Tweede Kamerleden of de partij waar zij deel van uitmaken? En zo ja, welke bevoegdheden heeft de AIVD om deze taak uit te oefenen? Voorzitter, ik denk dat uw suggestie dat dit echt thuis hoort bij de begroting van Binnenlandse Zaken en bij de begroting van de AIVD volkomen terecht is. Want de sturende rol van de minister-president naar de coördinator is een overschat begrip in dit geheel. De diensten werken met de zogeheten geïntegreerde aanwijzing. Die geïntegreerde aanwijzing, die overigens geheim is, die wordt niet uitsluitend en alleen door de minister-president opgesteld. Sterker nog, die wordt loopt via de Raad van Inlichting en Veiligheidsdiensten, waar diverse ministers in zitten, die de minister-president voorzit. Dat is de manier waarop uitvoering wordt gegeven, ook aan de wettelijke taken van de AIVD, via de geïntegreerde aanwijzing. En de toezichthouder, de CTIVD, houdt daar strikt toezicht op. En met betrekking tot individuele casuïstiek, hoe anoniem ook, worden überhaupt nooit mededelingen gedaan. Ja, voorzitter, de minister die verschuilt zich nu en die verwijst naar de begroting Binnenlandse Zaken. Maar de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten bepaalt heel duidelijk, de coördinator inlichting en veiligheidsdiensten heeft tot taak om de uitoefening van de taken te coördineren, overeenkomstig de aanwijzingen van de minister-president. En het is de minister-president die aanwijzingen kan geven. Daar vervolgens geeft hij aan, hij gaat niet in op individuele casuïstiek. Nogmaals, het is een feitelijke vraag. Vloeit voort uit deze ontwikkelingen die ik heb geschetst dat de AIVD de bevoegdheid heeft en wellicht zelfs de taak. Je zou kunnen zeggen als ze het niet zouden doen zouden ze hun taak verwaarlozen om ook onderzoek te verrichten naar deze Tweede Kamerleden. De minister-president, zeker gelet op zijn achtergrond, is bij uitstek de persoon die deze vraag kan beantwoorden en daar ook de verantwoordelijkheid voor draagt. Niet de minister van Binnenlandse Zaken. Ja, voorzitter, maar de minister-president gaat hier echt geen antwoord op geven. Dit betreft ook volgens operationele aangelegenheden van de AIVD. En daar ga ik gewoon niet op in. Ja, voorzitter, nogmaals. De minister-president zou deze vraag gewoon moeten beantwoorden. Ik heb recht op inlichting. Het is nogmaals een feitelijke vraag. En eigenlijk dat de minister-president niet afstand neemt van überhaupt al de mogelijkheid dat volksvertegenwoordigers, leden van de oppositie die fundamentele kritiek uiten op de regering vanwege die kritiek onderwerp zouden kunnen worden van onderzoek van de AIVD en daarmee kunnen worden uitgeschakeld. Ja, dat past niet in een democratische rechtsstaat. En als deze gang van zaken daadwerkelijk aan de orde is, dan staat de daadwerkelijke bedreiging van de democratische rechtsstaat niet hier, maar daar in vak K. Voor de mensen thuis, vergeet niet te liken, abonneer je op ons kanaal en klik straks hier voor de volgende video. Okay.